van Linde, tante Maria. Ik ga even huilen, want het is toch 40 jaar geleden dat u bent begonnen. Ik ben ontzettend trots. Trots om te zien hoe jullie die afgelopen 40 jaar zoveel tijd en energie hebben gestoken om zeker al die meiden, maar ook mij en al die meiden die daar staan, om de nareles te geven en cultuur op die manier over te dragen. Verdwijnt en de eerste zonnestralen aantreden, loopt de kapitan samen met zijn twee malessies, zijn linker en rechterhand en de rest van de krijgers door de bergen. Ze zijn kilometers verwijderd van het oorlogsgebied. De reis heeft als bestemming de verzamelplaats. Onderweg verkennen ze tevens het hele gebied op vijanden en obstakels. Eenmaal aangekomen op de verzamelplaats geeft de kapitan de opdracht aan zijn malessies om de nieuwe generatie krijgers in een dorp op te halen. De nieuwe generatie krijgers is nodig om de groep te versterken. Als de malessies zijn aangekomen in een dorp, vindt er een kleine ceremonie plaats waarbij ouders hun kinderen weggeven voor de strijd en de komende oorlog. Zodra de ceremonie voorbij is, nemen de moeders afscheid van hun kroost en vertrekken de malessies met de nieuwe generatie strijders richting de verzamelplaats. Daar waar de kapitan en de andere krijgers op hun wachten. Bij terugkomst van de malessies en de nieuwe generatie ontvangt de kapitan hen. Ze maken zich gereed om de strijd aan te gaan. De Tifa dreunt en de Bia galmt. De strijd is geleverd, maar nog lang niet afgelopen. De koers blijft ongewijzigd.